Op het Shell benzinestation aan de Bruistensingel in Den Bosch is zaterdagmorgen een gewapende overval gepleegd. Rond 7:45 kwam een man met een pistool de shop van het tankstation binnen en bedreigde daarmee de aanwezige medewerker. De overvaller ging er aanvankelijk te voet vandoor, maar sprong even verderop op de fiets. Wat hij heeft weten buiten te maken is niet bekend en bij de overval raakte niemand gewond. De politie is begonnen met een onderzoek.